Mensen, tof weer kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999. Met vandaag weer een nieuwe FIFA 21 Spelen Square Mode met Wouter Burger. Um, nog niet de laatste. Morgen hebben we ook nog morgen hebben, nee, moet goed zeggen. Morgen hebben we een Rotterdam United Square Mode. Dat is wel de laatste. Uh, morgen de laatste uh, Rotterdam United Square Mode. En dan zaterdag gaan we een Spelen Square Mode doen. En dan komt een Wes Rudi aflevering. En zondag wil ik een speler, misschien wel een langere spelersquareboard uploaden. Om die dan uh, ook af te maken op die dag. En dan hoop ik dat ik gelijk heb. Dat ik FIFA 22 vanaf maandag kan gaan spelen. Daar ga ik vanuit. En dat hoop ik ook. En dat ik hem dan. Uh, zo niet, dan moet ik die vier dagen nog gaan vullen. Mocht het niet zo zijn. Ik hou sowieso wel iets achter de hand. Ik ga wel zondag wel iets opnemen. Voor mocht het niet uh, zo zijn voor, de, voor, voor, voor FIFA. FIFA 22, dat ik nog steeds voor die vier dagen wel FIFA 21 moet gaan spelen. Dus ik ga wel iets achter de hand houden. Maar in ieder geval is het hier dus. Uh, we gaan begonnen aan de wedstrijd. Uh, Tegen Atletico Madrid, de finale van de Supercopa. Zijn we dus begonnen. En wij hebben ook hier het eerst balbezit. We kunnen de bal niet voorkrijgen. En dan nog een keer zelf. En dan is het de redding van de doelman. En zijn doeltrap uiteindelijk voor, uh, voor Real. Uh, voor Atletico, sorry. Wel ver weg geschoten. Opvangen door Valvaarde. Ik moet wel zeggen, nu hem, nu voelt dat FIFA 22 bijna aankomt. Je ziet al wat video's voorbij komen op Hard Dynasty. Uh, Mark, hè? Mark van, uh, van, onder andere, van onder andere de bankzitters waar die gewee, uh, gezeten heeft. hij gezeten heeft. Zo net heeft hij, uh, ja, voor jullie is het al een tijdje terug. Maar ik heb de video net gezien. Ik neem het namelijk woensdag op. Uh, heeft hij een video geüpload hoe je je eigen club uh, kan ontwerpen? Dus in mate FIFA 22 meer gespeeld wordt en er bijna aankomt, gaat het wel vervelen. Maar ik wil gewoon elke dag blijven uploaden met FIFA. Af en toe is een overige video. Westerjudi-aflevering komt, uh, komt er dus aan uh, uh, zaterdag, goed zeggen. Dus ja, daar gaan we ook allemaal naar uitkijken. De verhaallijn, natuurlijk, wat er is met Sinterklaas: bijzondere en natuurlijk spannende. Dingen die gaan er gebeuren zometeen in die tijd. We gaan het meemaken hoe die tijd gaat uh, uitpakken voor mij en Rudy. We gaan het zien. Natuurlijk, de wedstrijd Rudy Sint-show. Die gaat er ook komen. Ik denk ergens in december. Eind november, begin december komt die. En uh, daar, gaan we dus, uh, daar gaan jullie dus van gaan genieten. Eén ding is wel voor mij een voordeel. 5 december valt op een uh, zaterdag. Dus qua opnemen is het ook misschien nog wel een voordeel voor mij. Dan moet ik ook wel mijn normale uh, dingen wel. Uh, bij blijven houden, natuurlijk de career mode. Dus uh, daar gaan we naar kijken. Ik wil in ieder geval zoveel mogelijk van tevoren opgenomen hebben qua de show. En um, ook de Wesley Rudy afleveringen. Met mijn verjaardag komt ook een Wesley Rudy aflevering. Ik heb geen idee waarover die gaat. Maar, um, ik, doe er maar ik, ga, ik ga er gewoon maar eentje maken. En dan zien we of Rudy wat in petto heeft. VDA had hij ook iets in petto. Dus ja, wie weet ook dit jaar. Ik heb geen idee. In ieder geval is de eerste bijna voorbij met een 0-0 stand tussen Real Madrid en Atletico Madrid. Steekpaas is uh, niet goed, wij onderscheppen de bal. Burger, hoeveel tijd gaan we krijgen? De bal valt hier dan nog goed en dan komt er een kans, een Hazard en is er is zorg gedaan. De bal blijft wel voor Real. Rodrigo, Burger... Kunnen we op zoek gaan naar een medespeler. Burger doet het perfect. Rodrigo. En Rodrigo opent de score hier voor Real Madrid. Dus we staan we dus 1-0 voor. Eerste helft gespeeld. 1-0 voor Real Madrid door Rodrigo. En zo opent. We beginnen dus wel met het doel met een eindigen we de eerste helft wel met een 1-0 voor. Maar dat is wel mooi. Ondertussen in de tweede helft Ondertussen al. De bal is voor Atletico. Oh, we waren wel snel onderschept nu. Burger. Krijgen we per Toeval nog bij Valvaarde. Hazard. Goed. Op Burger terug. Burger nu zelf. We gaan zelf. En we schieten een hoog in de touwen. 2-0 voor Real Madrid. En weer scoren wij het doelpunt. Wouter Burger met een 2-0. Ondertussen de laatste 10 minuten. Bijna steeds de 2-0. deze finale van de Copa, Super Copa. Eudegaard. Hier nog een afstandsschot. Die gaat er ook nog in. Dan is het ook al beslist. Is het victory scoort? 3-0. Voor Real in deze finale. Geen twijfel over mogelijk. We komen een beetje laat, uh, worden een beetje laat wakker. Beter te laat wakker, wakker worden dan te weinig. we worden ook nog een wissel trouwens. Dus we hebben niet de hele wedstrijd uh, mogen spelen. We hebben wel 3-0 gewonnen. En zo. Dus uh, weer een win te pakken in deze aflevering. Gaan we nu het wedstrijden, weer aantal wedstrijden simuleren. Gisteren heb ik een beetje de aflevering volgepraat. Ik merk ook dat er steeds minder mensen nu gaan kijken natuurlijk. Omdat natuurlijk FIFA 21 gewoon dood is. Maar ik weet zeker, zometeen als FIFA 22 op mijn kanaal komt, waar ik ook super naar uitkijk, dan gaan mensen weer massaal kijken. De Final queer Mode, dan. En uh, de, de eigen club queer Mode, de spelers Career Mode. Ik kijk echt super veel naar uit. En uh, we hopen dat het uh, wel een beetje gaat groeien weer, Cabernet's. Wat je wel merkt, is dat in de loop van de maanden wel weer wat afneemt. Maar uh, ja, ik kijk er naar uit. Ik hoop dat jullie er ook naar uit gaan kijken. Deel het met je vrienden. Dat zeg ik nogmaals, als jullie video's leuk vinden van mij, van FIFA 22, Zometeen of de De afleveringen nu, deel het met je vrienden en dan gaan we het gewoon uh, wel zien hoe dat gaat lopen. Ik doe het nog steeds met veel plezier en ik blijf het nog steeds met heel veel plezier doen. Even kijken, we hebben nu de laatste 32 wedstrijd in een andere bekerwedstrijd. In de Copa de España. Daar gaan we de wedstrijd simuleren. We staan erin. En deze wedstrijd winnen wij met 2-1. Let's go. Door naar de volgende van deze beker. Zo hebben we één beker dus gewonnen. En hebben we nu dus de andere beker waar we ook nog steeds in zitten. Ook competitiewedstrijden zijn we nog aardig op dreef. ze ja, staan 49 punten bovenaan. Deze wedstrijd moet je ook kunnen winnen tegen de nummer 17. We staan in de basis. Kunnen we scoren of een assist geven? Nou, ik kan alleen niet zien of we gescoord hebben. Dat hebben we dus niet. Maar ik kan dus niet zien nu bij dit of we een assist gegeven hebben. Dat kan ik pas zien. Als stuk waar assisten eentje bij staat zometeen in het beginscherm. Nou heb ik even niet opgelet wat er stond. Maar we hebben nu even kijken. 10 doelpunten gaan maken. Even snel zagen. We zijn tot dus 91 algemeen. We worden ook nog wel 92. En um, is 14 assisten. Oké. Okay, dat is wel mooi. Laatste 16 uur in de Copa de España. Kunnen we ver komen in deze cup. Laat ons hopen. Ja de 12.13 ga ik gewoon gelijk doorheen. Want we gaan toch niet weg. Ik blijf bij Real Madrid. Dit is de Laatste stap geweest, dat weten jullie. 4-3 verloren met schoppen. Dat is dan een nadeel. We liggen uit de Copa de España. Maar dat betekent dat we ons wel meer kunnen focussen op de competitie en op de Champions League. Dat is ook één ding wat zeker is. Waar we natuurlijk ook Feyenoord willen komen met Real Madrid. Even kijken hoor. We hebben AS Monaco. In die wedstrijd ga ik ook spelen. De eerste wedstrijd tegen AS Monaco. Even kijken hoor. Deze wedstrijd simuleren we. Winnen we met 3-0. Lekker bezig. Dan gaan we weer even snel doorheen. Weer training. Zo de trainingen blijven doen. Dan gaan we weer omhoog richting 92. Voor ons als speler is het ook perfect als we zo meteen uh, 92 algemeen uh, zijn. Even kijken. Deze wedstrijd staan we er ook niet in, tegen Valencia. Maar die spelen we dan ook gelijk. Oké, okay, daar kan ik mee leven. Een 1-1. Kijken wat de volgende wedstrijd zal gaan worden. Weer een training. Kunnen we weer doen. Perfect. Perfect. We gaan niet, niks omhoog. Oké. Okay, nou, dat kan. Dat kan. Dat kan. Even kijken hoor. Dan hebben we nu deze wedstrijd. 14 februari. Dan tegen Aas Monaco. Nu tegen Almeria. Almeria. Geen idee. 4-0 winst. Kijk, lekker bezig. 4-0 gewonnen. En door naar de eerste Laatste 32 of laatste 16? De laatste 16 tegen uh, AS uh, Monaco. Die willen natuurlijk ook winnend gaan afsluiten. En laten we ook hopen dat het ook gaat lukken. Want dat wil je natuurlijk. Dat wil je zeker. Op 18 februari 2025 is het. Uh, we zitten niet bij de selectie. Dus ik ga deze gelijk simuleren nu. Ja, als we er niet bij zitten, dan, dan, ga ik ook niet, uh, dan kunnen we ook niet spelen. Dus die simuleren we. Die winnen we 3-0. Overtuigend. 3-0 winst. Dat is echt uh, al een stap naar een kwartfinale. Misschien nog niet eens. Nu weer een competitiewedstrijd. We staan nog steeds bovenaan. 59 punten. Dat we is weer niet bij de selectie. Weer simuleren nu. Nu eindigt het in 4-1. We blijven wel winnen. Dat is misschien ja, een nadeel en een voordeel. Dat betekent ook dat het team, dat de, bond, dat de coach zich vasthoudt aan het basiselftal. Dat is voor ons natuurlijk een nadeel. Want wij willen natuurlijk wel onze minuten maken. Even kijken hoor. 2 maart hebben wij de wedstrijd tegen Barcelona. Staan we er weer niet in. Het is de tweede keer dat we niet tegen Barcelona spelen. Dus tot nu toe hebben we nog nooit 0 keer Barcelona tegen Barcelona gespeeld. Nu verliezen we ook met 2-1. Dus dat is nog een erge domper. Maar we hebben nu wel de tweede laatste 16 wedstrijd. Achtste finale. Zometeen. Tegen AS Monaco. De eerste hebben we overtuigend gewonnen met 3-0. Als we op te kijken wat de andere wordt. Of is dat de volgende aflevering? Weet ik even niet in mijn hoofd. Ik heb zoveel dingen gesumuleerd en gespeeld dat ik heb een gegeven moment niet meer weet wat ik wel gespeeld heb. Wat, wat niet en wat wel. Deze competitiewedstrijd gaan we simuleren, want daar staan we er wel in. Wat wordt het simuleren? Scoren we dan nog? Ja, we scoren twee keer. En het kan een voorbode zijn: een goed gevoel naar de wedstrijd tegen AS Monaco, dat we hier wel in opgesteld worden. Moet toch wel? Twee doelpunten gescoord in één wedstrijd. Nou, redelijk goed op Dave. We hebben nu uh, 12 doelpunten. 14 assisten. Richting de 92 algemeen. De bon, de bon, ik zeg steeds bondscoach natuurlijk. Ja ook, de bondscoach moet ons opstellen. Maar ook de coach moet ons natuurlijk nu gaan opstellen. En we staan erin tegen Aas Monaco. Um, ga ik die nu spelen? Of is het voor de volgende aflevering? Ik um, ga die um, voor de volgende aflevering... Nee, ik ga die nu spelen. Tuurlijk ga ik die nu spelen. Zie je, ik ben even in de waaien. Tussen de eerste helft staat al op 2-0. Ja, ik ben vergeten die doelpunt. Ik ben totaal vergeten om die doelpunt erin te zetten. Lekker slim, Westie we staan al 2-0 voor. 5 in totaal. Ook al maakt het natuurlijk helemaal niks meer uit. Want ja, we waren sowieso al door. Maar kijken of het nog wat gaat worden. De eerste helft die ondertussen al voorbij is bij deze 2-0 voorsprong voor Real Madrid al dus. Sorry nogmaals, maar goed. Ik knip de video's aan elkaar. Soms, ik zeg het al, als ik aan mijn werk kom, doe ik het knip de video's aan elkaar. Dus dan kan het voor mij soms zijn dat ik even niet, een beetje, dat ik niet helemaal, helemaal zit op te letten. Maar goed, dat kan gebeuren. Hier komt wel de kans voor de 3-0. En zo is het dus weer 3-0. In deze thuiswedstrijd zat nu, nu 6-0 in totaal. weer Victor met zijn doelpunt. En zo is het dus ondertussen 3-0. Oh, oh, ik heb het totaal door elkaar heen gehaald. Nu beginnen we aan het begin van de wedstrijd. Maar goed, dan moeten jullie het dus maar even voor lief nemen. Net is het dus 3-0 geworden. Hier gaan we ondertussen voor die 1-0 die, die, die jullie niet gezien hebben. Het is dus even omgedraaid. Maar goed, dat kan gebeuren, jongens. Dat kan gebeuren. Maakt helemaal niks uit. Het is toch het laatste, het einde van de spelersquare. Wat het komt in zicht. Dus jullie kunnen het, jullie Ik kan het me permitteren. Omdat er in ieder geval zoveel mensen nog niet gaan, nog nu, 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 nu niet meer kijken. Dus als jullie trouwens nu geblaf worden, is het mijn vader die thuis komt. En dan is mijn hond die daarop reageert. Maar goed, dat maakt niet uit. In ieder geval even kijken. Nu nog steeds is 1-0. We hebben net al de 3-0 gezien. Maakt helemaal niks uit. 2-0 gaan jullie ook ongetwijfeld nu zien. Kunnen wij die maken? Was het dan ons doelpunt? Nee, de redding van de doelman. En dan uh, blijven het dus uh, de 1-0 nog ik, uh, ik hoor mensen praten hier over mijn hond. Dus ik wou het even horen. Maar goed, in ieder geval is dus nog steeds 1-0 kwartier gespeeld. Voland. Een Babu Verscharen. Gonzales En dan is er de kans nu voor de tegenpartij. Maar ja, we weten toch dat het doelpunt niet valt. Ieder geval bij Burger. Goed. Gaan we gaan weer door waar we gebleven waren: Valvaarden. Valvaarden, Mendy. Goed. Kunnen wij inderdaad komen? Wordt het dan 2-0? 2 minuten gespeeld, Burger. Goed. De voorzitter kopbal. En die zit er in 2-0 ondertussen. Valvaarden. Ze dus we weten ook dat het de derde doelpunt gemaakt wordt door Victor. Dat we nu het maar doorgaan. Na die derde goal. Ja, hier zien we tussen de tweede helft al. We hebben net de derde goal al gezien. Ja, twee keer. We hebben dingen, twee fragmenten um, omgedraaid. Maakt niks uit. Tweede helft ondertussen verstart gegaan. Victor hier met de bal bezit. De bal nu bij um, de zijkant aangekomen. Komt het dan bij een 4-0 aan? Nee, de redding van de doelman. 59ste minuut. Komt er een wissel? Die wissel komt er. En het is uh, Burger die naar de kant gaat. Ze worden naar de kant gehaald. En zo is uh, voor ons de wedstrijd voorbij. Bij een wedstrijd die al beslist was. Ze hebben nog twee doelpunten mogen scoren. Maar dat mag niet baten. 6-2 gewonnen. Waar kwam mij dat bekend voor? Ik, 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 ik laat het de ajax supporters gewoon herinneren. Ik hoop trouwens dat... Over voetbal gesproken. Ik hoop dat vader dat gisteren trouwens gewonnen heeft. Op het moment dat ik het opneem. Moet vader nog spelen. Dus we gaan het meemaken wat het gaat worden. Maar ik hoop dat we uiteindelijk eigenlijk nog gewonnen hebben. Tegen Heerenveen. En PSV moet tegen Goethe volgens mij. Als ik het mensen op mijn werk moet gaan geloven. Maar goed, dat maakt er niet uit. We hebben de kwartfinale behaald van de Champions League. Die gaan we de volgende afleveringen spelen. Misschien ook al deel van de halve finale. Kortom, we gaan heel wat wedstrijden ook simuleren. Het ligt dan ook wie we treffen in die kwartfinale. Dat is ook belangrijker natuurlijk. Wie treffen wij in de kwartfinale van de, Europa League, of van de Champions League? Nu tegen Atletico in de competitie. Staan we erin in tegen Atletico? Dat is voor mij een vraag. Zo ja, dan gaan we die voor de volgende aflevering bewaren. Toch? Volgens mij wel. Zo niet, dan gaan we die gewoon snel simuleren. Even kijken. Atletico dit, staan we er niet in. Dan gaan we gewoon de wedstrijd snel simuleren. Reden dit tegen Atletico dit. Kijk wat het wordt. Kunnen we die winnen? Ook als we er niet in staan. We hebben, ze, we, we, we hebben, we hebben van ze gewonnen in de beker. We spelen hier gelijk. Oké. Okay. Kan ik mee leven? Stel dat de Vico's nu de volgende tegenstander in de competitie. En we gaan kijken of dat ook zo goed uit gaat pakken. Als de wedstrijd in de Champions League de, de achtste finale, we gaan het hopen, we gaan het zien. Um, Hazard heeft gescoord, Everton heeft gescoord bij Atletico, kortom, we weten nu wel wat er gebeurt, dus we gaan door. En we gaan kijken wat het wordt. De volgende wedstrijd nu tegen Celta Vigo. Als Fifa even meewerkt, weer een training doen. Celta Vigo nu de volgende tegenstander, helemaal dit tegen Celta Vigo. Staan we nu niet in? Weer niet. En winnen wel 3-1 winst. Dus in de competitie gaat het fantastisch. En dan hebben wij volgens mij nu een WK-kwalificatie? Jazeker, we hebben een WK-kwalificatie. Met het Nederlands al. Even kijken hoe we daar ons in kunnen houden. In deze kwalificatiewedstrijd. Tegen Tsjechië en tegen Turkije, volgens mij, als ik het goed zag. Tegen Tsjechië wordt het voor ons een 1-overwinning. 0 Gavenberg met zijn doelpunt. En tegen Turkije. Die uh, verrassend vierde maar staat. Wat doen we daar tegen? We staan niet in de basis tegen Turkije. En we spelen gelijk tegen de Turken. stinks. scoort zijn doelpunt onder andere. En wij hebben dus een punt gehaald op deze wedstrijd. Nu de volgende wedstrijd tegen Malaga. Echt, echt net, maar ook nog net geen 92. Nee, niet Malaga. Sevilla natuurlijk. Sorry, Sevilla is de volgende tegenstander. Wat doen we daar tegen? Sevilla, we staan in de basis... Deze wedstrijd eindigt voor ons in een 3-1 overwinning. We hebben niet gescoord. Maar we winnen. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat wil je. Je wil, je wil winnen. Kijk wat het nu wordt. Chelsea is de volgende tegenstander. Daar gaan we dus de volgende aflevering aan gaan besteden. We staan hier in de basis. En deze wedstrijd winnen we met 1-0. Hazard is doelpunt. Maar de volgende aflevering gaan we dus de wedstrijd spelen tegen Chelsea. In de Champions League. En als deze met grote cijfers wordt gewonnen. hoef ik de andere kwartfinale niet eens te spelen. Dan kan ik die simuleren. Maar goed. We weten het niet. Dan gaan we jullie kijken. Dan gaan jullie kijken naar de volgende aflevering. Morgen natuurlijk weer de laatste. Rotterdam naar de Queer Mode. Bedankt we het kijken. En later of nog niet. Nee, nog niet later. Want deze stonden we niet in de basis. We hebben met 2-0 gewonnen uiteindelijk. Dus dat betekent dat we de thuiswedstrijd gaan spelen. Goed zo Wesley. Goed nagedacht. Goed nagedacht. Jazeker. Hier zouden we het Inter dus Die simuleren we ook. die winnen we met 2-0. En nu hebben we dus de wedstrijd tegen Chelsea in Eigen huis, en die is voor de volgende aflevering. Die gaan we de volgende aflevering dus bekijken, wat het wordt. We gaan nu naar 92 algemeen. Let's go, super tof. En eigenlijk, ik ga jullie nu wel bedanken voor het kijken naar deze Spelers Queer Mode. Morgen, dus de rotterdam United Queer Mode, nogmaals. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en later...